is een initiatief van de centrale diensten van de APO-school, meer specifiek van de CEL studentgerichte diensten. De Taalpunt organiseert workshops en individuele begeleiding voor alle studenten op de hogeschool. En het belangrijkste doel van het Taalpunt is om enerzijds de studenten te ondersteunen in het ontwikkelen van professionele taalvaardigheden. En anderzijds om ook studenten die de taal een beetje meer als struikelblok ervaren, om die toch meer kansen te geven om succesvol door te stromen in het hoger onderwijs. Die workshops die wij organiseren, dat gebeurt op verschillende manieren. Soms nodigen docenten ons uit om een bepaalde workshop, bijvoorbeeld rond zakelijk e-mailen, te geven tijdens de lessen. Maar er zijn ook heel wat workshops die op vrijwillige basis georganiseerd worden. Studenten kunnen dan inschrijven en zij komen dan naar workshops zoals werkwoordspelling of algemene spelling. Soms workshops over leesstrategieën om voor te bereiden op de examens, dat soort initiatieven. Daarnaast is er ook individuele begeleiding. Die individuele begeleiding is alleen maar mogelijk omdat ik heel intensief samenwerk met mijn taalpuntassistenten. En de taalpuntassistenten, dat zijn studenten van de lerarenopleiding, van onze eigen lerarenopleiding Nederlands in het derde jaar. En als keuzestage komen zij werken voor het Taalpunt. Zij zijn als een soort van taalbuddy voor de studenten. De studenten kunnen heel laagdrempelig taken naar hen doorsturen of echt lessen, individuele lessen bij hen volgen. Om zo dus eigenlijk beter ondersteund te geraken. En dat werkt zeer goed. Ik krijg zowel van studenten als van de taalpuntassistenten heel erg positieve reacties daarover. Op 11 december gaan we experimenteren met een volledig nieuw initiatief. Dat zijn de schrijfcitagen. Die schrijfcitagen organiseer ik in samenwerking met mijn taalpuntassistenten. De bedoeling van die dagen is dat studenten heel laagdrempelig kunnen langskomen met hun taken, met papers, met reflectieverslagen, met welke opdrachten ze ook moeten schrijven. En dat wij daar dan eigenlijk hands-on feedback geven op hun schrijfproducten. Zij kunnen feedback krijgen op spelling, maar vooral op stijl. Is die tekst goed geschreven? Hoe vorm je alinea's? Hoe kan ik storende woordherhalingen vermijden? Dat soort zaken. Het is zeer laagdrempelig. De studenten kunnen de hele namiddag of voormiddag gewoon langslopen. Meer informatie over deze schrijfcitagen vind je op Blackboard. Onder mijn lesmateriaal heeft het Taalpunt een cursus. En daar vind je alle initiatieven opgelijst. Dus daar kan je zeker eens gaan kijken.